deze aftrap of eerste omwenteling van de Alpe d'Huez 2011. Waarom doen wij mee? In maart 2010 kreeg een vriend van ons de verschrikkelijke boodschap dat hij waarschijnlijk een tumor in zijn ruggenmerg had. Gigantisch schrikken natuurlijk. Ik had er al eens van gehoord dat er een geweldig initiatief was voor de stichting KWF rondom de Alpe d'Huez om zoveel mogelijk geld op te halen en daarbij een mega sportieve prestatie neer te zetten. Ik dacht, ik ga proberen een team te formeren en op deze manier een heel klein steentje bij te kunnen dragen aan het bestrijden van deze ziekte. De eerste deelnemer van ons team, Henk Peters, ons trainingsdier. Hij was degene die in maart 2010 deze verschrikkelijke mededeling kreeg. En nu weten wij gelukkig zeker dat hij op 9 juni met de beste omhoog gaat. Henk, waarom en hoeveel keer ben jij van plan de meet te halen? Nou, ik wil 6 keer de meet halen, omdat het Alpe d'Huez heet. En daar zie ik ook wel de sportieve uitdaging in, moet ik eerlijk zeggen. En waarom ik meedoe, in het najaar 2009 kreeg mijn zwager een toeval thuis. En die bleek een tumor in zijn hoofd te hebben. Die is inmiddels geopereerd. Een aantal maanden later, in maart, 21 maart, kreeg ik zelf de boodschap dat er een tumor in mijn ruggenmerg zit. Nou, met mijn zwager gaat het goed en met mij loopt het waarschijnlijk met de sisser af. Maar inmiddels weet ik wel wat het betekent om te horen dat je een tumor krijgt. Dat betekent dus gewoon dat je er ernstig rekening mee moet houden, dat je misschien wel doodgaat. Nou, ik ga niet dood. Hieraan niet, in ieder geval. Maar ik doe het dus voor die mensen die dezelfde boodschap hebben gekregen en waarbij het anders afloopt. Dus dat is mijn motivatie om mee te doen. De tweede deelnemer van ons team, Tom de Klerk, onze wegkapitein. Wat is voor jou de belangrijkste reden om zoveel energie te steken in het evenement? Ook 6 keer zeker? 6 keer is uiteraard het streven. Energie hoef je er niet in te steken, dat gaat automatisch. En de reden waarom ik meedoe, je hebt het in je voorwoord al een beetje gezegd. Toen we daar eenmaal, in eerste instantie wilde ik gewoon voor de sportieve uitdaging gaan. Toen we bij die checkoverhandiging geweest zijn, dan word je gegrepen door het enthousiasme van de stichting. En ook, zij gaan wat bereiken. En daar moeten wij ook ons steentje aan bijdragen. De derde deelnemer, Peter Berg, onze alleskunner, moet nog steeds wat wennen om zijn pedalen los te krijgen. Hij blijft wel volhouden, zelfs met gekneusde ribben opgelopen tijdens de eerste valpartij rijdt hij vooraan mee. Verzorgt onze hele administratie. En waarom heb jij je over laten halen? Nou, ik vind het een hele unieke manier om een bijdrage te leveren aan het ophalen van zoveel mogelijk geld voor een goed doel. En dan de vierde deelnemer, Ruud Warmerdam, onze regelneef. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij er nu zo goed gesoigneerd bij lopen. Hij heeft zelfs een personal trainer, Ton van Eyck, die hem de fijne kneepjes van het vak bijbrengt. En dat natuurlijk dan weer aan ons doorgeeft. Wat is bij jou de belangrijkste drijfveer? Ik denk dat kanker staat voor ook wat voor relativeren. En ik weet dat ik ken een man die is jaren geleden verkocht in zijn bedrijf. De man was al zeer vermogend, maar op dat moment kon hij zijn bedrijf heel goed verkopen en werd nog veel meer vermogend. Vlak nadat hij het bedrijf verkocht had en het ontzettend goed had, werd bij hem de terminale vorm van kanker geconstateerd. De man is ook 2 jaar later overleden, maar ik denk dat de man bereid was geweest om zijn vermogen in te halen voor zijn gezondheid. Dan komen we bij nummer 5, John Warmerdam. Waar ben jij nou eigenlijk niet goed in? In het begin wat wennen, zelfs een moment overwogen om die hele handel in de ringvaart te gooien. Schitterend omschreven in een blog met de titel In bad met een bezemsteel. Hoe ben jij zo ver gekomen? Veel spinnen. En nu toch wel 1 of 2 keer in de week zelf op de fiets stappen. En een kilometer maken. Dan gaan we naar nummer 6. Maurice Verhoeven, de man die nagenoeg alle trainingen registreert. Bijnaam Maup Moelis. Zelf ook geconfronteerd met deze ziekte. Ook een voordeel, want jij mag nu legaal met heel veel testosteronpilletjes de Alp gaan beklimmen. Hoe ga je dat doen? Initieel ook begonnen, net als jullie, denk ik, gewoon puur uit enthousiasme. Wat jij in eerste instantie naar de voetbal bracht, de open dag. Dan later ga je eigenlijk pas realiseren waar je dat voor doet. Bij mij vorig jaar 2 collega's overleden aan kanker op vrij jonge leeftijd. Dus dan, dat doet al wel wat extra's met je.
Ik heb ook een oom die op dit moment vrij heftig onder de chemo zit. Dus die, dat speelt ook nog wel mee. En dat, wat je zelf al zei, ik heb dan geen kanker gehad, maar wel een tumor. Dus ik kan me heel goed voorstellen, een van de doelen van de Alpe d'Huez, om ook die diagnose veel sneller te maken. Ja, daar kan ik mezelf heel goed bij voorstellen dat dat heel belangrijk is. Dat heeft bij mij enige weken geduurd. En ik kan me voorstellen als je dat heel snel hoort, dat dat voor mensen, vooral voor de mensen die niet goed nieuws is, een hele belangrijke bijdrage zou zijn. Dan zijn we aangeland bij René Schone, ons krachtmens. Jij hebt volgens mij wel een heel belangrijke reden om hier aan mee te doen. Ja, zeker. Ik ben 6 jaar geleden mijn broer verloren aan deze ziekte. En dat deed me wel besluiten om mee te doen, ja. Ja, en tot dusver heeft u alleen nog maar mannen gezien, maar we hebben ook een vrouwelijke deelnemer. En die Claudia Schone, dat is ons charme-offensief. Hoe gaat het met de voorbereiding en waarom doe je mee? 2 vragen in 1. Hoe gaat het met de voorbereiding? Ik heb een langzame start, maar dat ga ik in het voorjaar ga ik absoluut goed maken. De reden waarom ik meedoe is eigenlijk een beetje dezelfde reden als René. En eigenlijk niet een beetje, maar helemaal. Mijn broer die ik verloren ben en eigenlijk altijd wel iets terug willen doen. Maar niet zo goed weten in welke vorm. En totdat jij met dit idee kwam. En dat hoorde ik toen ik in de zon zat. En toen dacht ik, oh, dat is wel lekker, want ik was daar ook lekker aan het fietsen in Spanje. En ik denk niet dat het mee gaat vallen. Maar ik begin ook bij 1 keer. Wat er al eerder ook werd gezegd. En ik ga ook door totdat ik niet meer kan. Het streefbedrag voor 2011 is maar liefst 20 miljoen euro. Wij zijn momenteel al heel erg goed onderweg. We hebben al maar liefst 38.000 euro verzameld. En we hopen uit te komen op uiteindelijk 50.000 euro.